Dit is de podcast van Horses.nl. Wat gebeurde er de afgelopen week in de paardensport en fokkerij? Wat viel erop en wie viel eraf? We praten hier in 20 minuten bij over het laatste paardennieuws. Van dressuur en springen tot mennen en eventing. En van keuringen tot hengstencompetities en veilingen. Welkom bij de week van Horses.nl. Hallo en welkom bij de week van Horses. Mijn naam is Mirjam Hommes. Ook vandaag is weer aangeschoven Rick Helmink. Welkom Rick. Hallo. Het CHIO in Rotterdam staat voor de deur. Dus daar gaan we even kort wat over zeggen. Rick, waar moeten we op gaan letten bij de dressuur? Ja, de gehele Nederlandse dressuurtop komt aan de start. Vier ruiters in de landenwedstrijd. Marlies van Balen, Emily Scholtens, Dinja van Lieren en Edward Gal. En alle andere ruiters die komen in een nationale rubriek aan de start. En die wordt wel gejureerd door dezelfde juryleden als de landenwedstrijd. En dat zijn ook de Olympische juryleden. Dus dat is ook nog wel aardig. Niet het complete zevental, maar 5 van de 7 Olympische juryleden die zullen jureren in Rotterdam. En het programma is dan zo: op woensdag begint al die nationale Grand Prix. En vervolgens op donderdag de Grand Prix Special Nationaal, al om 7:30 ochtends. Dus ik moet vroeg op afstaan. Dat is gezellig. En vervolgens daarna de Grand Prix Internationaal, die bij de Nations Cup hoort. En dan op zaterdag de Special en de Kuur. En daarbij zijn er dan 2 ruiters die de Special rijden en 2 die de Kuur rijden. Ah, oké, dat had ik me inderdaad afgevraagd hoe ze dat nu gingen doen. Ja. Maar dat is eigenlijk zoals ze het elk jaar doen daar, of niet? Ja, en die wedstrijd die wordt bepaald niet op percentages, maar op plaatsingspunten. Oh ja. Dus het land met het laagste aantal punten wint de wedstrijd. Ja. En nou ja, daar hadden we het vorige week al even over. Ook veel andere landen sturen echt goede teams. Ja, dus het wordt wel een soort leuk voorproefje voor Parijs. En we gaan er wel het een en ander van leren. Zelfs al is het dan dus niet zo dat iedereen de GPS rijdt. Want dat gaat in Parijs wel zo zijn, hè? Daar moet het hele team de GPS rijden. Ja, 3 dus. Ja, maar dat is het hele team, 3. Ja, oké. En nu zullen we dat dan dat er dan 2 zijn. Ja, nee, dat is natuurlijk ook niet zo'n heel groot verschil. Nee. Dan is er ook nog veel meer dressuur, namelijk ook de jeugd. De Young Riders en de U25, die hebben hun laatste observatie. Dus de beste 6 van de eerste observatiewedstrijden, of de beste 6 bij de Young Riders, de beste 7 bij de U25. Die rijden ook op woensdag en donderdag in Rotterdam. Dat is een observatie voor het EK, hè? Ja, ja. En de para-ruiters, de top van de Nederlandse para-ruiters, die rijden ook in Rotterdam. Dus het is echt wel een compleet dressuurfeestje. Dan is er natuurlijk niet alleen dressuur in Rotterdam, er is ook springen. Daar waren nog wat verschuivingen. Willem Greven en Grandorado hebben inmiddels hun minimum eligibility score, of hoe het ding mag heten, binnen. Dus die rijden niet mee in het landenteam om Grandorado nog wat rust te geven. En daarvoor in de plaats heeft de bondscoach Leopold van Asten opgeroepen met VDL groep Iron Z. Verder zitten er in het team Michael van der Vleuten, Harry Smolders en Kim Emmen. En met name die laatste is natuurlijk heel interessant, want de vraag gaat zijn: gaat Kim Emmen naar Parijs of gaat Jur Vriendeling naar Parijs? Jur is er zelf ook met Jourdain en die gaat ook springen, maar dan niet voor het Nederlands team. Naast Jur en Kim zijn er natuurlijk nog wel een paar andere outsiders, zoals bijvoorbeeld Leopold van Asten, die deze week dus ook in het team in Rotterdam zit en bovendien goed bijgedragen heeft aan het resultaat in Sopot afgelopen weekend. Dus helemaal zeker zijn we daar nog niet van, dus het wordt sowieso interessant om naar te kijken naar het springen. De landenwedstrijd van het springen is op vrijdag en dan is er zondag de afsluitende individuele grote prijs van Rotterdam. Ook leuk om te weten, Willem Greven neemt dus niet Grandorado mee, maar Highway. En die heeft vorig jaar gewonnen, dus dat is ook leuk om te kijken wat het resultaat dan nu dit jaar zal zijn. Dan hebben we net gehoord dat komende dinsdag, 25 juni, de Olympische teams bekendgemaakt gaan worden. Wij zullen daar uiteraard voor jullie bij zijn om het allemaal mee te krijgen.
Maar laten we even terugkomen op de podcastpoll die we een paar weken geleden gedaan hebben na het NK Dressuur. Want toen hebben wij jullie gepolled en gevraagd wie jullie dachten dat er in het dressuurteam terecht zouden komen. Nou, daar was wel een vrij duidelijke uitslag. Heel veel stemmers ook, dus veel mensen die dat toch wel leuk vonden om daar aan mee te doen. We gaan eens even kijken of we nog eens vaker zoiets kunnen organiseren. 56% van jullie, die zou als team kiezen de top 3 van het NK. Dinjan van Lieren, Marlies van Balen en Emily Scholtens. En ongeveer een kwart, die stelde voor dat we Dinjan van Lieren, Emily Scholtens en Edward Gal zouden sturen. En de andere opties, die waren wat kleinere percentages. Wordt heel spannend, of niet, Rick? Ja, nou ja, volgende week, eigenlijk weten we het al wel dit weekend. Als die scores zijn en stel dat de top 3 van het NK ook nu weer de 3 beste scores, dan kun je er eigenlijk wel van uitgaan dat dat het team wordt. Ja, als er iets anders gebeurt, dan wordt het nog wat interessanter. Ja, dinsdag weten we het zeker. Dinsdag weten we het zeker en dan weten we dus ook wie het springteam gaat worden. En of inderdaad als vierde man, vrouw, Jur Vrielink, Kim Emmen of nog heel iemand anders meegaat. En we zullen ook weten wie het eventingteam gaat vormen. Daarover is nog best wel wat te doen. Dat wordt ook nog heel spannend. Want komend weekend moeten daar een aantal mensen die nog in de race zijn om als derde mee te gaan. Als we ervan uitgaan dat Sander de Jong en Janneke Boonzaaier zekerheden zijn voor dat team. Er moeten nog een aantal mensen nog wat dingen doen dit weekend. En de bondscoach heeft nog wel een klus om daar een selectie van te maken. Er waren nogal wat hobbels in het selectietraject op weg naar Parijs. Ook niet iedereen was daar even tevreden over. En of je nu kunt zeggen dat de observaties een heel groot succes zijn geweest en heel veel extra inzichten hebben opgeleverd, dat is ook de vraag. En daarover heeft onze collega Jacqueline van Tartwijk een column geschreven in de Paardenkrant deze week. Maar goed, ook het eventingteam, dat weten we dinsdag. Van 26 juli tot en met 11 augustus zijn in Parijs de Olympische Spelen. De Nederlandse paardensporters doen daarmee in de disciplines dressuur, springen en eventing in de prachtige paleistuinen van Versailles. Uiteraard zijn Horses.nl en de Paardenkrant aanwezig. We volgen de sport op de voet, spreken met de ruiters, amazones en coaches en we houden je tijdens het evenement elke dag op de hoogte. Via verslagen op onze website, uitgebreide interviews en achtergronden in de Paardenkrant, maar ook met een speciale Parijse podcast op de belangrijke wedstrijddagen. In onze podcast Horses in Parijs hoor je Dirk-Willem Rosie vanuit Versailles en schuiven ook een paar speciale gasten aan. Zorg dat je erbij bent. Abonneer je nu op onze podcast, dan mis je straks geen aflevering. Au revoir à Paris! Wat staat er in de Paardenkrant van deze week? Een heleboel dingen. De landenwedstrijd in Sopot bijvoorbeeld, waar het Nederlands springteam erg goed bezig was. Dus dat is leuk, dat staat op de voorpagina. Verder een interview met Milou Dees, die van junioren Amazone inmiddels tot de U25 is gekomen en misschien ook wel naar het EK mag. Heel leuk verhaal. En een groot verhaal over de paradressuurruiters. Die hebben nog heel even, want de Paralympische Spelen die zijn in september. Dus er is nog een observatiewedstrijd eind juli in Deurne. De bondscoach die heeft al gezegd, nou, ik kan misschien wel 2 teams opstellen. Zoveel mensen heb ik die goed kunnen scoren. Voor die combinaties is het nog erg spannend. We hebben een aantal mensen die afgelopen weekend in Kronenberg, sowieso had het team de landenwedstrijd daar gewonnen, maar ook een aantal mensen die veel eerste plaatsen daar veroverden. Onder andere Frank Hosmar in de grade 5 en Demi Herkens in grade 4. In grade 1 Annemarie Knobel en in grade 3 Rix van der Horst. Maar ook veel tweede en derde plaatsen van de Nederlanders. Onze collega Ellen Liem die heeft Joyce van Rooijen-Heutink, de bondscoach van de paradressuurruiters, gesproken. Naar aanleiding van de observatie in Kronenberg. En die vertelt daarin in dat interview openhartig over hoe moeilijk het is om tot een selectie te komen. En zegt daarin ook dat ze erover twijfelt om eventueel ook 2 ruiters uit de lagere grades mee te nemen. Ze moeten sowieso 1 in het landenteam hebben. En de lagere grade, dat zijn de grades 1, 2 en 3. Uh-huh.
En de hogere 4 en 5, dus dat is waar Demi Hakens, Sanne Voets, Frank Hosmaar in zitten. Ja. Dus ja, ze zegt ook dat ze best wel buikpijn zou krijgen als ze het nu moest zeggen. Dus dat ze nog wel, nou ja. Ze is wel blij dat er nog observaties ja, zijn. Ja. En het is natuurlijk gaat niet alleen om de individuele prestaties van die ruiters, maar het gaat natuurlijk ook om hoe ziet de concurrentie eruit in die kreet. Ja, en dat is natuurlijk bij dressuur heb je gewoon één niveau met één concurrentie. En daar heb je 5 niveaus met allemaal verschillende concurrenten. Dus dat is eigenlijk best wel voor een bondscoach misschien nog wel lastiger. Ja, een hele puzzel eigenlijk. Ja, ja. Voor de podcastpoll van deze week willen we jullie dan ook even vragen om te helpen het Paralympisch dressuurteam te selecteren. Dus help Joyce van Rooyen-Huytink uit de brand en laat weten wie er volgens jou naar de Paralympics moeten. Je mag het ook na Rotterdam nog invullen, want de podcastpoll die sluit dinsdag. De link naar de poll staat in de show notes bij deze podcast. Verder in de paardenkrant ook de kettingbrief en die wordt deze week geschreven door Roelof Bos, die inmiddels directeur is geworden van het KWPN. Hij was al een tijdje interim, maar hij is nu ook benoemd op die positie. Wat staat er op de agenda? Nou, vooral Rotterdam voor de Nederlandse combinaties. Naast de dressuur in Rotterdam gaan er nog een paar mensen naar Kronberg in Duitsland en een paar naar Brno. En ook in het springen zijn er nog wel een paar combinaties die in het buitenland starten. En er is nog een EEF-wedstrijd in Deauville in Frankrijk. Wat betreft de eventing is eigenlijk het interessantst. De eventingruiters gaan natuurlijk niet naar Rotterdam. Er gaan een paar eventingruiters naar Strasbourg. Daar is hij weer, mijn favoriete dorp. Daar gaan onder meer Raf Koremans en Tim Lips proberen om de lange vierster kwalificatie te halen. Als ze die halen, als ze die lange vierster van Strasbourg uitrijden, dan zijn ze ook nog in de running voor een teamplaats. Daarnaast zijn onder meer Merel Blom en Janneke Boonzaaier en Jordi Wilke nog daar, gedeeltelijk ook met jongere paarden in de lagere rubrieken. Dat was het alweer voor deze week. Een korte editie. Volgens mij is het gelukt, Rick. Ja. Hartelijk bedankt weer voor je deelname. Graag gedaan. Jij bedankt voor het luisteren. Vergeet niet om je te abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. En mocht je ons ergens missen, laat het dan ook even weten. Je kunt alles wat we besproken hebben terugvinden op Horses Premium en in de paardenkrant van deze week. Dit was de Week van Horses. Tot volgende week. Dit was een podcast van Horses.nl en de Paardenkrant.